zo, dan gaan we eens even kijken wat we allemaal hier hebben. Superheel. Het is maar een klein tasje. Maar toch is het geschikt om het er en ander in te vervoeren. En de pistool. En dit is dan een Walther P99. En hier heb je de P90. Dan gaan we nog een keer proberen. Ze hebben wat technische problemen ontstaan. De vorige keer. Iedere keer gaat die scène fout, maar ik moest nog even laten zien. Dit is de P90. P90 is een Belgisch wapen die gebruikt wordt door de BBE mariniers. Omdat het een heel compact geheel is. Het is maar een klein wapentje, hij is net zo lang als mijn onderarm. Je kan mooi in een pand kriskras doorheen rennen, je bent meteen stand-by. Je hebt geen lange loop, dan kan je mooi dicht, compact, snel rennen, snel richting. En je hebt de tegenstanders meteen uitgeschakeld. En daar gaat het om. Heb je dan een kleinere tasje? Heb je wat magazijnen? En dit is een klein etiketje. Waar ik onder andere de veiligheidsbril in heb zitten. En in deze veiligheidsbril zit ook nog mijn echte bril ook nog ingemaakt, het is een kleintje. Dus het is een veiligheidsbril en een gewone bril in één. Kijk, dan kan ik tenminste goed in het veld kijken. Want als ik zo ga kijken, dan wordt het voor mij wat wazig. Dus ik heb echt een bril nodig. En dan kan ik ook beter zien. Oké, dus. Die gaan, dat gaat hier in zo'n etuietje. En hier, dit zijn bekende spul, maar ik gebruik hem als fourage van de balletjes. Dus ik heb net allemaal wat balletjes gemorst. Ja, die mors je altijd. En het is niet de bedoeling dat ze dan door het hele huis heen gaan natuurlijk. Maar ik heb hier nog één. Dit zijn patronen voor het pistool. Die werken op gas, dat zijn gaspatronen. Deze heb ik ook. Voor het geval ik dorst heb. Of mijn kameraden in het veld. Ja, en een cap. Hoppa. Ik heb hier nog een nieuw magazijn. Een magazijn voor het pistool. Dat zijn deze dingen. En hier gaan de balletjes gaan erin. Dan kan ik deze zo naar beneden halen. Vasthouden. Dan gooi ik hier de balletjes erin. Dan zie ik ze hier zitten. Wat ik dan hier heb. Dan. Gaat zo hier het magazijn gaat erin. Ik zal het eruit houden. Maar in ieder geval, dit hoort bij elkaar. Wat heb ik verder nog? Ja, een paar vlakka. Die kan ik gewoon op mijn gezicht houden. Dan heb ik hier nog een bakje voor mijn balletjes. Dus materiaal genoeg. Zo'n vestje die trek je eigenlijk aan als je dood bent. Als je geraakt bent, dan trek je zo'n vestje aan en dan mocht je jou niet meer schieten. Dan kan je weer teruglopen. Respawn, terug naar je plek. Hoppa. En natuurlijk ook stevige handschoenen. Die kan ik altijd mooi gebruiken. Dat zijn lekkere stevige handschoentjes. Mij kan niks gebeuren.
bond.